Goedemorgen mensen, goedemorgen. Hi, ik ben Find the Creator. Welkom in dit deel van mijn avontuur hier bij het Jelinek Kliniek. Waar ik word opgenomen om te werken aan mijn alcohol, wiet en sigaretgebruik / verslaving. Whatever. Waar ik vanaf wil. En ik ben nu aan het detoxen hier in de Jelinek Kliniek. En we zijn weer een dagje verder. Het is weekend. Het water is afgesloten. Vanochtend werd het water afgesloten door de gemeente in de straat. Omdat ze bezig zijn met werkzaamheden. Dus we moesten allemaal heel vroeg wakker worden. Nee hoor, het is dezelfde tijd dat we wakker moeten worden. Maar we moesten wakker worden op zaterdag. Om 8 uur of 8:30. Om te gaan douchen. En ik heb iedereen geschreeuwd. Zoals ik iedereen schreeuw. Ik heb iedereen gezegd, luister dan. Ik heb een goed excuus om mensen te sturen om te gaan baden, toch? Want je gaat baden met je lichaam. Ik heb ze gezegd, luister dan. Het interesseert me niet wat jullie doen. Ga lekker douchen. Maar ga alsjeblieft niet 's ochtends vroeg parfum spuiten om te compenseren voor je ruik. Want ik heb een parfumallergie. We zaten in de groep, toch? Ik heb gezegd, luister dan, ik heb een parfumallergie. Dus ga alsjeblieft niet compenseren morgen. Ga alsjeblieft douchen. Of zet helemaal geen parfum. Of stink. Ik heb ze gezegd. Ik heb ze gezegd. Dus of we gaan mensen ruiken. Of ze ruiken fris. Of iemand heeft vals gespeeld en heeft parfum gespoeld. Overmatig. Anyway, welkom op de dag. Ik ben Find the Creator. We gaan beginnen. Ze staan voor de deur. Om geprikt te worden. Ik moet ook gaan staan eigenlijk daar. Om een vitamine te halen. Dus laat me dat maar even gaan doen dan. Ik lul. Medicatieronde mensen. Ik moet praten snel met jullie. Medicatieronde. Toch? Ik werd al gewekt vanochtend. Door een zekere penslot. Ik denk van mezelf. Met mijn krokante oog toch. Ik kijk dat op de WB. Hoge beel. Over beel gesproken. Dus nu moet ik een spuitje krijgen. Mijn beel toch. Medicatieronde. Wel, ik ben met mijn kamer nu om crème te zetten voor mijn beel. Waar dacht je daar van? Die badjang. Hoge beel, mensen. Pinselen met hoge beel. Hallo, zuster. Doei. Ik moet terug. Ga je lekker ontbijten? Yes. Ik lust wel een ontbijtje hoor. Een stukje yoghurt, een stukje crunchy, een stukje bisli. Weet je, het is als je in een situatie als dit zit. Kijk, in. Zoals je ziet, zijn mijn hersenen een klein beetje aangebrand. Er komt een beetje veel op me af momenteel, merk ik. Het effect van de detox, merk ik. De nicotinegebrek merk ik. Nog even om te herinneren wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het detoxen, hè. Dat wil zeggen dat ik al lange tijd geen nicotine in mijn systeem heb gestopt met al die andere bullshit wat in sigaretten zit. Lang geen marihuana heb gerookt en alcohol heb gebruikt. Nou, alcohol had ik natuurlijk al daarvoor gestopt voordat ik ingecheckt was. Maar ik ben nu dus aan het ontwennen van die nicotine en van die marihuana. Ja, en dan gaat je lichaam en geest een klein beetje protesteren. Heel erg protesteren. Omdat het me wil sturen om te gaan roken. En daarnaast vind ik dat roken nog steeds te gezellig in mijn hoofd. Maar daar wordt aan gewerkt. Ik heb nog niet helemaal het antwoord gevonden wat ik hier kom zoeken, als ik heel eerlijk ben. Nog niet.
Maar ik heb wel het idee dat ik op dat pad loop. En het antwoord gaat komen. Dat denk ik wel, ja. Ik zit te kijken naar een stukje fruit achter die vitrage, toch? Die dinges. Wat ik heb gestolen. Ze hebben. Hoe moet ik het zeggen? Ze hebben fruit hier. Peren. Maar je weet dat peren eeuwige weken nodig heeft voordat het eindelijk vers is. Kom, ik heb al die 4 peren. Een doos heb ik gepakt en hier gezet. Dat het rijp kan worden. Over een paar dagen zal ik het vreten. Elke dag krijgen we vers fruit hier. Maar anyway, er komt heel veel op me af. En prikkelbaarheid, Jezus. Niet goed. Niet goed. Niet goed, niet goed. Dus ja. Voor iemand die kijkt en zoiets heeft van, oké, vooral wat heb je in vredesnaam gedaan? Waarom heb je zelf ingecheckt bij jullie kliniek? Was er geen andere oplossing? Was er, was dit? Wat ik tegen je wil zeggen is dat je met je eigen zaken moet bemoeien. Ja, dat is echt letterlijk mijn boodschap. Als dat is wat jij net nu dacht, dan moet je met je eigen zaken bemoeien. Want men gaat never nooit begrijpen waarom ik bepaalde keuzes en beslissingen maak. Omdat jij ook niet voelt of kan voelen waar ik aan werk. In mijzelf. Ja, en daarmee disqualificeer je eigenlijk diezelfde vraag die je aan mij zou willen stellen als je de kans zou kunnen hebben. Van wat is dat, waarom? En die waarom snap ik wel. Alleen die vraag is niet gepast. En het antwoord dat ik geef op die vraag zal ook nooit jou raken. Je komt alleen maar achter waarom ik mezelf in deze positie heb gezet. Wanneer je precies dezelfde stappen onderneemt die ik gedaan heb. Om tot dit punt te komen. Om mezelf te helpen. En beter te worden. Gewoon beter te worden. We gaan lunchen. Tot zo. Tja. Jezus, wat is het. Vandaag is wel een pittige dag hoor. Oh ja. Ja. Wat het pittig maakt zijn de mood swings. Dit is wat ik doe. Mijn mood is echt krankzinnig. Ik schiet heel erg snel door naar boosheid en agressie. Dus als voorbeeld. Het is op zich wel grappig, maar het is wel grappig om door te maken en te voelen. Een autori. Komt uit. Komt naar boven in me. Bijvoorbeeld iemand die me, weet ik veel, een halve domme discussie komt in herinnering terug. En ik word gewoon boos om die situatie. Dan ga ik in mijn hoofd naast te denken hoe die Tori gaat oplossen. Weet ik, allemaal. Ik word gewoon boos. Boos. Maar echt agressief boos. Ik heb letterlijk eerder vandaag lopen schreeuwen hier. Niet schreeuwen. Maar ik gaf een grote mond terug. Hard op. Terwijl ik bij mezelf denk. Vooral al je bent een scenario aan het spelen in je hoofd. En heb je nog het vermogen om agressief te worden ook nog? Zijn er die emoties van je nu klein beetje en nu niet wat we zullen doen? Anyway. Doe wel mijn best hoor. Maar jeemig. Die mood swings die zijn heavy. En daarom merk ik dat ik het zwaar heb. Ja, maar te doen, hè. Ik zeg zwaar, maar nog steeds te doen. En vooral te doen binnen de context waar ik hier zit. Ik bedoel, ik kan het wel zwaar hebben, ik kan het moeilijk hebben, maar het is niet zo makkelijk om voor mij 1, 2, 3 uur een sigaret op te steken. Hè? Dat kan niet. Dat heb ik weggenomen dat gebeurt door hier te zijn. Dus we moeten er doorheen. Morgen weer een nieuwe dag. Maar we gaan nog heel even een stukje door met wat werk hier. En ik zie je zo.
Dames en heren, verslaving is een raadselachtig verschijnsel. Er is niemand op de hele wereld die het echt begrijpt. Om het over te kunnen hebben is het wel goed als we beginnen met even de definitie weer even helemaal duidelijk te maken. Binnen de psychiatrie zijn er drie manieren om te gaan met stoffen. Je hebt gewoon gebruik. Iemand drinkt wat op een feestje of een gebruikte slaaptabletje in een noodsituatie. Zo, was maar weer een dagje vandaag. Ik vond het erg leuk dat je gekeken hebt naar dit stukje. Het begint zwaarder te worden. In die zin dat het echt een geestelijke strijd is die geleverd moet worden. Dat zwaarder worden wil ik een klein beetje uit elkaar halen. Er komt gewoon heel veel bij elkaar op dit moment. Weet je, als er veel dingen in het leven spelen, daardoor wordt dit zwaar. Niet zozeer alleen exclusief de verslaving waar ik doorheen moet en het detoxen. Hè? Als je gewend bent je sigaret en je nicotine te gebruiken, je marihuana, daar moet ik allemaal doorheen gaan, want ook heb ik geen last. Maar het is echt de craving naar de sigaret. Dat waar ik last van heb, sorry hoor. Als jij nu gaat, ben je ook nep. Dat heb ik je aangestoken. Maar goed. Ja, dat maakt het zwaar. Er zijn andere dingen die boven water komen drijven. Kijk, het is omdat ik aan het detoxen ben. Ontstaat er ruimte om na te denken over andere shit, hè? En ontstaat er ook ruimte voor die emoties om vrij te komen en los te komen. En weet ik het wat allemaal. Dat maakt het gecompliceerd en moeilijk en zwaar. Maar niet onverdraaglijk. Nee. Ik zeg zwaar dat als ik dit thuis zou hebben gedaan, had ik het mezelf wel onnodig moeilijker gemaakt. En daarom ben ik hier. Om het gewoon makkelijker te maken voor mezelf. Ja, makkelijker. Ik heb vanavond gekeken naar een stukje informatie op internet over verslaving. En dat wordt op een hele technische manier uitgelegd hoe dat in elkaar zit. En ik ben iemand die heel erg daar gevoelig voor is. Dus ik ben heel blij dat ik het gezien heb. Om dat kopje maar te vullen. Hè? Hoe meer kennis. Ja, hoe meer know-how en hoe meer gereedschap ik straks heb kunnen aanvullen mijn gereedschapkist om te tackelen wat ik moet tackelen in het leven. Het leven bestaat uit meer dan alleen rekening moeten houden met je verslaving of met verslavingsproblemen. Of, weet je, het leven is meer dan dat. En hoewel alcohol, sigaretten en marihuana heel erg sociaal geaccepteerde verslavingen zijn, heb ik in mijn hoofd besloten dat ik een probleem heb ermee. En pak ik het aan. Hoewel het sociaal gezien, en als ik naar mijn verbruik kijk hoor, wat men daarvan meekrijgt, wat jullie ervan meekrijgen, en wat ik ervan laat zien is één ding, maar ik kan gerust nog 10 jaar verder. Zo. 20, 30, 40. Prima. Maar ik wil niet 10 jaar verder in afhankelijkheid van een stof die weinig toevoegt in mijn leven. En eigenlijk alleen meer ellende veroorzaakt, behalve dat het iets toevoegt. En met name over sigaretten, wat voegt het nou toe? Ik hou van aanstekers, ik hou van vuur, maar ik hou van dingen aanspreken, maar wat voegt het dan werkelijk toe? Ik was ook gestopt met sigaretten roken, maar het was door die crisis dat ik weer begonnen ben. En ik snap nu ook wat beter waarom ik die jonko niet heb kunnen laten liggen. Omdat het hier allemaal in mijn lichaam niet geconditioneerd is. Of helemaal is ingericht om te kunnen zeggen, laat die jonko maar liggen. En zo voelt het ook bij elke verslaving. Ja, je probeert, maar het lukt je niet. Waarom? Nou, onderliggend zijn een aantal dingen die je moet begrijpen en snappen. Ik stap het nog niet helemaal, maar daar ben ik in ieder geval
Zware dag. We gaan zien wat de dag van morgen met zich mee gaat brengen. Ik ben Fine Creator. Like en deel. Tot straks.